Hallo allemaal en welkom bij TCG en Toys. Ik heb vandaag voor jullie Shiny Fates Pikachu V Collection Box. Oh my god. Er zitten Shiny Fates in. 4 pakjes of Shiny Fates. 1 Pikachu V card. Nou. Twee boxen heb ik. Ik dacht, ik doe er altijd meestal twee boxen. Want één box altijd niks in zit. Of haast niks in zit. Ik kan me gewoon een kaart van passen. Of kaarten vol met shiny. Die hebben wij niet nodig, 3 pakjes. En nog wat 4 pakjes. Dus we hebben 8 pakjes. Oh, en Twisted die. Oh, deze zoeken we. Die zoeken we. Gaan we gewoon zo doen. Stapel op elkaar. Ik ga de camera iets draaien. Zodat het hier. Hoef ik niet zo van omhoog te reizen. De eerste box. Kaarten. We hebben een Cremorant. Er zijn maar 72 verzamelaars. Je bent er zo doorheen. Oeh, wat is dat zwart? Jim Chena. Horsey. Snom. Mopeko. Oh, die vind ik leuk. Die is fruit aan het stelen van de snubbel. Keknia. Chuto. Een Celebi. Oh, dat is ongeveer zo, hè? Dat is prima. Oeh, een Crobat V. Deze Crobat komt bijna overeen als die Crobat in Sword and Shield, volgens mij. We zoeken nog de shiny Charizard. We hebben Twacky, Cremorant, Worsted Shield, Horsey, Kufant, Chutel, Yemma, Mopeko, een Floatzel en een Rare Manaphy. Een Eldegoss, een Dartrix, Cramorant, Winnowak, Jinx, weer een Orsi, Yemma, een Mopeko, een Dartrix en een Dreadnought. Laatste pakje van de eerste box. Krijgen we nog een goede kaart. Je kan niet elke keer zien of het een goede kaart is. Er is overal een witte code. Stel vind ik het wel zonder. Tracky, Rotom, Snom, Koffing, Keknia, Cassiofleur, Snom, een Koffing en een Holo Tivol. Nou, het eerste pakje hebben we een Crobat uit. Wat doet de tweede box? Elke kaart is een witte kaart namelijk. Ik kan niet kijken of het een mooie is of maar. Dus dan vind ik het zonde. 10 jaar Tauro. Heel 50 damage voor een Borg actief Pokémon. Oh. Eldegard, Mopeko, Chutel, Nicket, Grookey, Yemma. Oeh, kijk. Dat is een mooie holo shining kaart. Dit is nummer 52 tot 122. Dus samen zijn er 194 te verzamelen. Dus
zijn er dus 194 tezamen. En we hebben een Celebi en dat is een rare. Dus dat is ook een mooie kaart. Ons eerste pakje begint al goed. We hebben een Wizard Shield. Eldegoss, Spinarak, Sinx, Rusty, Yemma, Hopeko. Oeh, kijk nu al. We hebben tweede shiny. En het Volcanion. Die is leuk, die Binnaby. Misschien hebben we deze toch echt meer geluk dan gym trainen, Quacky, Nickit, Cacnea, Gefund, Eevee, een Bijzel. Cool, onze eerste V-kaart, Farlings V. Een Farlings V, hé. En een Dreadnought. Giga Impact 115 van 122. Deze zijn echt wel mooi, zou ik maar zeggen. Dit, deze? Die is de duurste. Natuurlijk de Charizard. Misschien even kijken hoe duur die ongeveer is. We hebben een gym trainer. Dwikey, Floatzel, Trapinch, Rowlet, Chuttle, Mopeko, Koffing. Oh my god, een amazing rare yoga. Dat is echt een amazing rare. En een Zawauda. Dit is een goede pack. Dit is echt een goede pack. Oeh, deze staat nu al op €25. Dus deze heb je hem al terug. En die Kyo, minimaal, hè. Dan gaan we nog wel voor duurder weg, hè. Moet ik wel de goede hebben. Even een shiny face. €28. Wow, we hebben winst gemaakt. Ze hebben deze twee packen echt goed uit. Een Crobat is maar €5 waard. En dan zou deze ook maar €5 zijn. Dus dan hebben we al €60 hebben we goed uitgepakt. Nu zijn ze nog waard. Als ze eenmaal uitgepakt worden, dan worden ze minder waard, hè? Dat weet ik 100% zeker. Nou, dit waren mijn opening. Wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal. Volgende keer weer iets openen. Tot dan. Bye bye. Doei.